Goedenavond, broeders en zusters. Van harte welkom op deze woensdagavond, op dit bezinningsuur. Ik stel voor dat we met elkaar gaan beginnen met zingen uit Psalm 43. Het eerste en het derde vers geduchte. God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn recht en maak mij vrij. En zend Heer uw licht en waarheid neder. Psalm 43, vers 1 en 3. Laten we met elkaar bidden. Getrouwe en barmhartige Heer in de hemel. Kom op deze avond, op deze doordeweekse avond tot u als gemeente. Met elkaar. Om ons te richten op u en op uw woord. Midden in een week die misschien vol onrust is, midden in een wereld die in ieder geval vol onrust en boosheid en narigheid is, richten we ons op u, de Heer. En Heer, wat kan dat heilzaam zijn? Wat is dat goed om u, zoals dat in uw woord genoemd wordt, u aan te lopen als een waterstroom. Wat is het goed als te midden van alle onrust en alle stilte verstoordes, onze rust en onze stilte zoeken bij u de Heer, bij uw woord, om met elkaar ook onze handen te vouwen. En ons en tot u te komen en tot u te naderen. Dan willen we vanavond ook een gedeelte uit uw woord openen. We bidden u, wilt u dat woord dat we met elkaar mogen lezen, laat dat ons hart mogen weerspiegelen. Laat dat ons hart mogen raken. Laat dat uw woord mogen zijn.
in ons eigen hart en in ons eigen leven. Heer, als we op onszelf zien, dan moeten we u belijden dat wij uw woord vaak maar laten gezeggen. Dat we moeite hebben om ons te buigen voor u. Dat we mensen, zelfs als we u de Heere kennen in ons leven na, ontvangen genade. Het liefst eigen wegen gaan. En toch, laat u door uw woord zien. En toch laat u ons elke keer ook zelf zien. Dat dat doodlopende wegen zijn en dat alleen de weg met u de Heere de weg is. Omdat u zelf in uw woord zegt dat u de weg, de waarheid en het leven bent. Laten we daar vanavond iets met elkaar van mogen merken. Als we met elkaar mogen toeleven naar de viering van het heilig avondmaal van komende zondag. We bidden u, wilt u alles wegnemen wat daartoe in de weg staat en geef ons zo ook met elkaar een goed samen zijn. Bidden u voor broeders en zusters in ons midden of die misschien thuis zijn, die met moeite te kampen hebben, die zorgen kennen in hun leven, ziekte, die te kampen hebben met allerlei problemen waar we misschien ook niet zo gauw met iemand anders over durven praten. Heere, u weet al die dingen. Laten we ook in deze het van u, de Heere, mogen verwachten. Wilt u dan het werk van de bode, wilt u dat geen kans geven en dat alles mogen uitlopen tot eer en verheerlijking van uw naam. Dat bidden we alleen uit genade. Om Jezus wil. Amen. Ik wil met u vanavond lezen uit het boek van de Psalmen. En met u lezen Psalm 63. Psalm 63, en daar staat in onze vertaling heel raak boven: verlangen naar God. Een psalm van David toen hij in de woestijn van Juda was. O God, u bent mijn God. U zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u. Mijn lichaam verlangt naar u in een land dor en dorstig zonder water. Zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd, uw macht en uw heerlijkheid gezien. Uw goede tierenheid is immers beter dan het leven. Daarom zullen mijn lippen u prijzen. Zo zal ik u loven in mijn leven. In uw naam zal ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden. Mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen. Wanneer ik aan u denk op mijn bed, over uw peins in nacht waken. Voorzeker, u bent een helper voor mij geweest. Onder de schaduw van uw vleugels zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel klampt zich aan u vast, komt achter u aan. Uw rechterhand ondersteunt mij. Maar deze die mij naar het leven staan om dat te verwoesten komen in de laagste plaatsen van de aarde. Men zal hen neerdoen storten door het geweld van het zwaard. Zij zullen de vossen ten deel zijn. Maar de koning zal zich in God verblijden. Al wie bij hem zweert zal zich beroemen. Want de mond van de leugenaars zal gestopt worden. Stel je voor dat we met elkaar ook drie coupletten uit deze psalm zingen. Psalm 63, daarvan vers 1, vers 2 en vers 3.
Ik wil met u een kort moment stilstaan bij vers 2 en vers 3, dat we met elkaar gelezen hebben uit Psalm 63, en ik lees u dat nog een keertje voor. O God, u bent mijn God, u zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u, mijn lichaam verlangt naar u in een land dor en dorstig zonder water. Zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd, uw macht en uw heerlijkheid gezien. We hebben vanavond met elkaar Psalm 63 geopend. En nou is Psalm 63 nou niet bepaald een psalm waarin de lof op de Heere wordt uitgebazaand en waarin iedereen die het maar wil horen wordt opgeroepen om de Heere te loven en te prijzen. Wij denken vandaag de dag nogal eens dat dat het hart van de psalmen is. Juich aarde, juich alom de Heere. Prijst zijn naam met blijdschap, zoals Psalm 100 zegt. Hem past een lofzang, zoals we lezen in Psalm 148. En daarom zing psalmen voor onze God. Psalmen waarin de lof op de Heere telkens terugkeert als één groot refrein. Hij is mijn rotssteen en mijn burcht. Dat is niet de wereld van Psalm 63. Psalm 63 zijn we in een andere wereld terechtgekomen. Inderdaad, je komt ook die oproep tegen van die we ook in andere psalmen tegenkomen om de Heere te loven. O Heer, o God, u bent mijn God. Maar meteen daarna word je getroffen door woorden uit onze tekst die een hartstochtelijk verlangen naar de Heere vertolken. U zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u, mijn ziel verlangt naar u. Niet alleen dus hartstochtelijke woorden, maar ook woorden met een geweldige lading. En onovertroffen krachtig. Drie keer in dezelfde bewoording. U zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u en mijn lichaam verlangt naar u. De Hebreeuws dat hier vertaald wordt met vroeg in de morgen, dat wordt ergens anders in het Oude Testament nogal eens vertaald met ernstig zoeken. Hartstochtelijk verlangen om de Heere te ontmoeten. Het roept het beeld op van het voortdurend blijven kloppen op de deur en voortdurend proberen iemand te bereiken. U zoek ik ernstig, u zoek ik vroeg in de morgen. Zoals wanneer u bijvoorbeeld iemand probeert te bellen en je telkens geen gehoor krijgt. En je iedere keer die voicemail krijgt en telkens toch probeert en doorgaat met bellen, maar in de hoop dat er eindelijk een keertje opgenomen wordt. U zoek ik ernstig. En dan onmiddellijk gevolgd door mijn ziel dorst naar u. Dat is wanneer het ontzettend warm is, zoals afgelopen zomer zoveel keren. Of als je zwaar gesport hebt en je lichaam schreeuwt naar een slok water. Of als je je geliefde voor langere tijd niet gezien hebt en je naar elkaar uitkijkt en bij elkaar wilt zijn, dat alles overheersende gevoel waaraan je alleen kunt denken. Zo verlangt David hier naar de Heer. Kunnen we daar vanavond ons hierbij voorstellen? Dat je dus zo naar de Heere verlangt. Deze week van voorbereiding. Dat dan op zijn minst alle andere dingen op de tweede of de derde plaats komen te staan. Heer, ik verlang zo erg en ik verlang zo intens naar u op de vervulling met u in mijn leven. Dat ik aan werkelijk niets anders meer denken kan. Mijn ziel dorst naar u.
Nou heeft dat niet van verlangen naar de Heere God bij David in ieder geval te maken met een bepaalde periode in zijn leven. De psalm begint daar ook mee. Een psalm van David toen hij in de woestijn van Juda was. En dat is meteen het heel concrete, meteen het grote kader. Een duidelijke locatie in de woestijn van Juda. U weet wel, die bergrug ten zuiden van Jeruzalem. Woestijn van Juda, als je daar vandaag de dag bent, moet je liters water meenemen, wil je er kunnen overleven. Woestijn van Juda, waar het heet is, waar het droog is, waar de zon ongenadig op je hoofd schijnt. Normaal gesproken geen plaats waar je lang wilt verblijven. Maar waar David hier deze psalm zingt. En deze psalm dicht. Begrijpend, dat is dus niet bepaald een plaats die David zelf zou uitkiezen. Maar een plaats die alles te maken heeft met zijn huidige levenssituatie. Hij is vluchteling, hij is op de vlucht. Hij moet vluchten voor zijn leven. Dus moet u zich voorstellen aan alle zekerheid die David eerder had. De zekerheid van de belofte van de troon. De zekerheid dat de Heere hem een huis zou bouwen. Dat is hem uit handen geslagen. En als opgejaagd wild dwaalt hij rond. Zijn huis is de woestijn. In plaats van een paleis. Nergens heeft hij rust. En nergens vindt hij rust. Onrustig is wat de klok slaat. En het is in dit verband dat hij zijn verlangen uitschreeuwt naar de Heere. Kan het best zo zijn dat zo'n woestijnervaring van David ook bij ons veel herkenning oproept. Kan het natuurlijk om een heel verschillende manier, omdat wij natuurlijk verschillende mensen zijn en in verschillende levenssituaties leven. Zo'n uitroep van verlangen naar de Heere, dat kan herkenning oproepen als je er tot je grote schrik bent achtergekomen dat het werken, dat het leven met de Heere wel erg op de achtergrond is geraakt. Ik bedoel, dat je zo in beslag laat nemen en hebt laten nemen door de dagelijkse beslommeringen. Dat je Bijbellezen verslapt. Dat je moeite moet doen om je gebed en je gebeden te doen. Dat je wel probeert te bidden, maar dat het net is alsof je tegen een ruimte praat. Dat misschien kerkgang ons soms weinig zegt. En dat het eigenlijk voelt als die gebarsten, die gedroogde grond van afgelopen zomer vol scheuren, smachtend naar een verfrissende bui. En dat het leven van elke dag, van het werken van thuis zijn en van naar school gaan, naar je werk gaan, dat je dat zo in beslag neemt. Dat het wel heel moeilijk is geworden om tijd te nemen voor de dingen van de Heer. En om rust te vinden bij Hem en met Hem. En dat ons leven zo vol is geworden dat er eigenlijk helemaal geen ruimte meer over is voor de Heer. En dat het geestelijk leven verschraalt, verdroogt. Verdort. Verachtering in de genade noemt de auteur van de brief van de Hebreeën dat. En zeker in zo'n week van voorbereiding kan dat des te meer op je afkomen. Maar het kan natuurlijk ook op een heel andere manier herkenning oproepen. Dat je inderdaad, volmondig en van ganser harte, dat je zegt en beleidt, Heere, u bent mijn God. En dat je tegelijk zegt, Heere, ik zoek u. Ik verlang naar u. Heere, waar bent u? Met hart en ziel verlang ik naar u.
Als de omstandigheden van het leven van elke dag op zo'n woestijnervaring lijken. Je wordt genegeerd op je werk. Je wordt gepest. Je voelt je onbegrepen. Je voelt je somber. Dag en nacht opgejaagd en je doet geen oog meer dicht. Depressief. Geloven op de Heere, vertrouwen met hem leven, omdat elke dag als een grauwsluier zich voltrekt en je eigenlijk geen weg meer weet. Als een woestijnervaring als een soort molensteen om je nek hangt. En dat je eigenlijk heel jaloers bent op mensen die het wel geloven en die het wel zo zeker weten en die wel de Heer kennen. Die blijdschap en die zekerheid, die vreugde in de Heer, die vrijmoedigheid, dat zou je ook wel willen. Geestelijke verlatingen noemde onze vader in dat tijden, dat je zegt, Heere, u bent mijn God. En tegelijk dat je zegt, ik verlang naar u, het is mij goed nabij u te zijn, Heere, maar waar bent u? Tijden waarin je eigen leven inderdaad op zo'n soort woestijn van Juda lijkt, van droogte, geestelijke droogte, van verlatenheid, voor twijfel aan de macht van de Heere, aan zijn hart, aan zijn hand. Verlangen naar de Heere als verlangen naar rust en naar vreugde en naar vrede. Als je hart aanvoelt als een stuk beton, als een stuk keihard opgedroogde aarde. Al dat soort ervaringen zou je woestijn kunnen noemen. Je hart is en blijft leeg en het is net of er een gat in gebrand zit. En je verlangt naar één ding, dat God een God van nabij is. En die in Christus de wereld met zichzelf verzoend heeft. En dat je daar nou door de genade van de Heilige Geest ook persoonlijk ja en amen op zegt. En dat je het weet en ziet in je eigen leven. En wat kun je daarnaar verlangen? En wat kunnen de talloze obstakels zijn die zich zo opgehoopt hebben dat zicht op de Heere helemaal vertroebelt en vertraagt en verdroogt. Hoe kan dat verlangen naar de Heere nou ooit vervuld worden? Mooi is dat David hier zelf eigenlijk antwoord op geeft. Heere, roept David het uit, dan zoek ik vroeg in de morgen. En tegelijk geeft hij ook heel duidelijk weer waar de Heere te vinden is en waar hij hem dichtbij wist. In het heiligdom. Opmerkelijk dat de schrift hier weer zo concreet is. Als je dus aan David zou vragen waar je de Heere kunt ontmoeten. En hoe dat verlangen naar God vervuld kan worden, dan wijst hij naar het heiligdom. Gewoon concreet, zoals dat blijkt uit de Bijbelboeken Samuel en Richter. Het heiligdom van Silo. Misschien niet meer dan de vroegere tabernakel. Misschien niet meer dan een deel daarvan. Maar het heiligdom waar de ark stond en waar de offerdienst plaatsvond, dat ark die David later laat overbrengen naar Jeruzalem. Dat heiligdom dat daar al zo lang stond, dat sinds de periode van de Richters ook gebruikt werd. Waar David nota bene zelf naartoe vlucht als die voor Saul op de vlucht is. En dan zegt hij, in dat heiligdom, daar heb ik u aanschouwd. Daar in dat heiligdom, daar is de plek waar God woont en waar ik hem kan ontmoeten.
Daar is de ark van het verbond. Daar is de troon van God op aarde. En daar zien de mensen zijn liefde, zijn goede tierenheid, zijn vergeving, zijn genade. Zijn goede tierenheid die beter is dan het leven. Die dus ver boven al het aardse uitstijgt en hemel en aarde verbindt. Zijn goede tierenheid is beter dan het leven. In hem ligt al mijn heil besloten. Wat er ook gebeurt, daar is de Heere. Vandaag de dag zijn er heel wat mensen die zeggen van, joh, ik geloof, maar daar heb ik de kerk helemaal niet voor nodig. Voor geloven heb ik genoeg aan mezelf. En natuurlijk kun je dat heiligdom waar David hier over spreekt natuurlijk niet zomaar overbrengen op onze zondagse kerkdiensten. Onze erediensten, maar tegelijkertijd is daar wel een verband van God die bij zijn volk woont. En volgens het Nieuwe Testament woont hij dan niet maar in een kerkgebouw, maar woont hij in zijn gemeente als levende stenen. En hij woont in zijn gemeente door zijn woord en door zijn Heilige Geest. Daar kun je hem ontmoeten. Zo kun je hem kennen. En daar moet je dus zijn voor het geestelijk voedsel. Met je verlangen naar God. Met je droogte. Met je gebarsten grond. En waar die gebarsten grond zacht gemaakt wordt door de milde regen van God. Door het woord. Bij brood. En bij de wijn waar de Heilige Geest werkt. Zodat je het ziet. En zodat je het opnieuw ziet. Precies daar waar mensen samenkomen. Precies daar waar je samen bidt. Waar je samen zingt. In de kerk kom je om, als variant op David, om zijn macht en zijn heerlijkheid te aanschouwen. En om zijn goedertierenheid die beter is dan het leven te zien, te ervaren. En ook te proeven. En precies is dat wat David miste. David die voelt zich op dat moment verlaten, alleen, maar ook ver van de Heer. En tegelijkertijd weet hij God overal. Maar toch zijn macht en zijn majesteit, zijn heerlijkheid zien, dat kun je maar het beste doen met Gods volk. In verbondenheid met elkaar. Om God te eren. Zijn macht en majesteit te aanschouwen. Dat is dus volgens de Bijbel het medicijn tegen geestelijke schraalheid. Tegen geestelijke armoede. Gods huis. De gemeente. Zijn woord. Sacramenten. Zingen. En bidden. En tegelijkertijd ook een stimulans om vol te houden. Want al David die bidt, dat is niet maar een kwestie van een moment. Van flarden, van iets wat je dan even hebt en wat je misschien zondag hebt. Of wat je misschien nu hebt, maar dat je dan even later weer tussen de handen doorglipt. Als het gewone leven weer aanbreekt. Dat medicijn dat heeft zelfs zo'n geweldige uitwerking dat Davids hele leven raakt. U zal ik loven, zegt hij, met mijn hele leven. Die ervaring van zijn macht en zijn majesteit, dat raakt mijn hele leven. In goede tijden en in slechte tijden.
In goede dagen, maar ook in kwade dagen. En in onze tekst in goede dagen en ook in de nachten. Als ik niet slapen kan. Als de zorgen van de woestijn je opnieuw bespringen. Als je ligt te woelen, ligt te draaien in je bed en je gedachten maar niet tot stilstand komen. Wat kan een nacht dan lang duren? David die kent dat ook, wakker liggen. Staren in het donker. Als de dingen van de dag als leeuwen en beren op je afkomen en je eigenlijk nog meer opziet tegen de nieuwe dag. En wat ontroerend dan hoe David hier het medicijn weergeeft. Wat nou echt helpt. David beleidt het zelf, wanneer ik over uw pijns in de nacht waken. Wanneer ik aan u denk in mijn bed. Liggend op mijn bed, denk ik aan u. Hoe doe je dat? Met gevouwen handen. Bidden. Zingen. De woorden van deze psalm en de woorden van andere psalmen. Heere, zie mij aan en wees mij genadig. En leg dan al die dingen die u zo ter neerdrukken en die u zo bezighouden, leg die dan voor hem neer. Peinzen, overdenken, bemediteren, dat is niet een soort slaaptraining, maar dat is wel een manier om rust te vinden. Liggend op mijn bed, denk ik aan u. Over u peins ik in de nacht waken. Dat betekent dat je dus niet eens op je eigen bed hoeft te liggen. Dat kan dus zelfs midden in de woestijn, liggend op de stenen en in het zand. Dat kan dus thuis. Maar dat kan ook ergens anders. En dat is niet zomaar een moment in stille overdenking, maar dat is in de nacht waken. Waken in de nacht. Wat een overtuigende, wat een gloedvolle bewoordingen. Vol geloof en vol afhankelijkheid. In stille overdenking, Heere, u bent voor mij een hulp geweest. Niet ik ben er door u doorheen geholpen, nee, u bent mijn hulp geweest. U bent mijn God, die naar wie ik verlang, die ik ken. Je slaapkamer, geen plaats van herinnering, maar ook een plaats van verlangen, als voorsmaak of van de plaats waarvan geldt, daar zal geen nacht meer zijn. Dan wordt midden in de nacht iets ervaren van de vrede met God door Jezus Christus onze Heer. En kun je slapen. En ben je geborgen in zijn hand. En je merkt dat het, terwijl het bij David nog volop donker is, dat hij daarvan zingt en daarop pleit. Heere, voorwaar. Voorzeker, u bent mijn helper geweest en daarom zal ik vrolijk zingen. Psalmen in de nacht. In de nacht vol duisternis en donkerte. David doet het hier net als eeuwen later Paulus en Silas in de kerker van Filippi. Psalm 63 reikt eigenlijk Psalm 42 de hand. U bent mij een helper geweest. En zegt David, onder de schaduw van uw vleugels zal ik vrolijk zingen. Weer dat prachtige beeld van die machtige arend met die geweldige spanwijdte. De Heere die in Deuteronomium 32 zegt dat hij zijn volk daarop draagt. Maar hier ligt het accent op dat onder die vleugels zijn. Beschermend
en veilig. Daar denkt David aan. En daar gaat hij van zingen. Dat is de rust. En dan komt de rust. En dat is dus de absolute meerwaarde. Als je de Here in je leven kent. Dat zelfs in de meest donkere periode, en als je moet tasten en moet het niet allemaal zeker weet, dat je toch diep in je hart weet, God kijkt naar mij om, Hij is mij genadig. Al lijkt mijn leven een woestijn, toch wil Hij mij ontmoeten. Zijn woord en door zijn woord. En ben ik ervan overtuigd dat nog hoogte, nog diepte mij zal kunnen scheiden van zijn liefde. En inderdaad, dan zie je dat heel wat mensen daar langs heen leven. Kom je ook soms ongeloof binnen in onze familiekring, je eigen leven. Aan de Here voorbij leven. Maar zie je niet dat dit toch de Heer is die, en dan hoe Hij wil zijn, dat je daarvan gaat zingen. Al is het tegen de klippen op. Zingen in de nacht. Een psalm van verlangen. Een psalm van belijden. Weet u hoe ik dat zo zeker weet? Dat is eigenlijk alleen maar mogelijk gemaakt door Jezus Christus. Want Hij is ook in de woestijn geweest. Als je het Nieuwe Testament opent, de eerste bladzijde van het Nieuwe Testament, dan kom je daar de Heer Jezus ook tegen, in de woestijn. Woestijn, niet alleen als plaats van droogte, maar eigenlijk toch vooral als oord van de dood. Oord van de duivel. De duivel die op die plaats, in die woestijn, Jezus aanviel. Maar de Heer Jezus weerstond hem. Met het woord van zijn Vader. En de engelen dienden hem, staat er dan. Daarom die woestijn wordt daarmee dan niet alleen maar een plek waarin u en ik God zoeken. Maar waarin God u opzoekt. Zoals Israël water en manna kreeg. Zoals Jezus kracht kreeg in de woestijn door de Heilige Geest. Zo krijgen u en ik verfrissing, zegen, waar u dacht alleen te zijn. Verzadigd met de overvloed van Gods liefde. Bij brood en beker, zodat je zingt, uw liefde in Christus Jezus is meer, is beter dan het leven. Zullen we daar met elkaar ook van gaan zingen uit Psalm 42, daarvan het derde en het vijfde vers.
Laten we met elkaar bidden en danken. Hier in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij komen nogmaals tot u om u hartelijk dank te zeggen voor datgene wat u ons ziet, uw woord op deze avond geeft en wilt geven. Dat u ons uw woord hebt gegeven, waarin u uzelf bekend maakt, maar waarin u ook heel duidelijk laat zien wat u en wat uw woord in het leven van mensen wil bewerken, wil bewerkstelligen. En wat u in het leven van mensen doet. Het leven van de psalmdichter. Zoveel eeuwen geleden. Als een hartstochtelijk verlangen naar u de Heer. U te missen en u niet kunnen missen. Naar u te verlangen en te weten dat u er bent. En tegelijkertijd, als die op zichzelf zit, dat u mist en dat er geen recht is op u en op uw gemeenschap. Heere, die woorden van die psalmdichter van zoveel eeuwen geleden, die hebben ook zeggingskracht vandaag voor ons. Als ons leven misschien op zo'n woestijnervaring lijkt, als we ook naar u Heere verlangen, als we naar u hunkeren, als we uitkijken naar de bediening van het heilig avondmaal van komende zondag, omdat daar dat verlangen naar u de Heere gesterkt en versterkt wil worden. Maar ook als we daar juist tegenop zien, omdat juist in zo'n week als deze, of zo'n zondag waarin het sacrament bediend mag worden, elke keer op die vraag stuiten, is het ook voor mij? En als we dan op onszelf zien, dat heel moeilijk vinden om daar antwoord op te geven. Heere, wilt u zelf ons laten zien dat de ruimte bij u de Heere te vinden is en dat die niet alleen te vinden is, maar dat die er ook is. En dat u van ons vraagt dat we onze zekerheid niet in ons eigen gevoel doen en in ons eigen gevoel zoeken. Maar dat één ding zeker is, namelijk de betrouwbare belofte van u de Heere. Dat wie tot u komt, u nooit zult afwijzen. En u nooit zult laten staan. Heere, we bidden u. Laten we allen zo vanavond die houding in ons hart en in ons leven mogen hebben. Dat we daar van harte ja en amen op mogen zeggen. We bidden u met elkaar. Doe met ons gaan als we nu zo weer naar huis gaan. Als we de rest van de week in mogen gaan. Als we de nacht in mogen gaan. Laten we dat mogen doen met David. Door aan u te denken. Door met u de Heere de dag af te mogen sluiten. En door met gevouwen handen en de blik naar boven in de hemel het van u te verwachten. En zo
ons leven voor u neer te leggen. We bidden u, wilt u uw zegen geven over de diensten van komende zondag. De dominee van de Ree alles geven wat hij nodig heeft. Dat u ook ons vervullen, ook met uzelf. En laat alles wat zich daartegen keert, wilt u dat wegdoen. En alles wat een obstakel is, wilt u dat wegruimen. En alles wat afleidt, wilt u dat weg, genadig wegdoen. En wilt u ons leren te leven zoals u dat van ons vraagt. In dankbaarheid, in overgave, vanuit de werkelijkheid van ons zondaar zijn. Vanuit de werkelijkheid dat alleen door uw Zoon Jezus Christus verzoening en verlossing mogelijk is. En dat we daarom van harte u willen dienen en u willen toebehoren. Zegen u zo ook wel de gemeente waar we deel van uit mogen maken. Wilt u in ons midden blijven wonen en blijven werken. En laten we als gemeente elkaar lief hebben. Elkaar tot een hand en een voet zijn. Meeleven met elkaar. En bovenal, dat we met elkaar, u de Heer, mogen groot maken. En uw naam mogen bezingen. Vergeef zo ook het zondige en het verkeerde van deze avond. Dat bidden we u alleen om Jezus wil. Amen. Stel voor dat we tot slot nog maar een couplet uit Psalm 42 zingen. En in dit geval het eerste vers. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot. Ik denk dat de organist dat vast niet erg vindt. Wel thuis allemaal en hopelijk tot zondag.